Ik moet er even tussen komen, dames en heren, beste carnavalisten. Want natuurlijk moeten we eens even wat groepen aanwezigen. Ja, aanwezig groepen afroepen die hier aanwezig zijn. Laat jullie horen alsjeblieft als jullie instemmen. Want we beginnen aan een nieuw carnavalseizoen. Die stemmen moeten gesmeerd zijn, als je het mij vraagt. We gaan naar Herderen, met Super Krugeer natuurlijk. En op 16.12, dan weten we wat daar te doen is. Uit Herderen carnavalvereniging De Q. Alleen Geert hoor ik roepen. Ja. We gaan eens proberen, De Q. Hey, zijn hem doof. Goed zo. Prins Carnaval, Vital de eerste. Prins Prinses Chloe de eerste. 18 november, de grote avondzitting. Met optreden van Domino tussen haastjes, dames en heren. Hier dan weer welkom uit Genk. Met name Carnaval in Genk. Ik ben begonnen. Nee, ik ben geëindigd met podcast. We gaan naar het kruispunt. Een van de beruchte kruispunten, oftewel maar zeggen klaverblaadjes in onze provincie Limburg. Prins Peter de Tweede. Jeugdprinses Koos de Eerste en Emma de Eerste. Ja, dat hadden we dan. Bij twee gezellige. 5 januari hebben ze een groot bal. En dat is een nummer, dames en heren, bij de Ritterslot Everswijn. Wij gaan richting Hasselt opnieuw. De datum staat nog niet bij voor de festiviteiten wat ze hebben. Ze staan hier vooraan, mooi geparkeerd voor het podium. Bekend van een trappenwagen bij het carnaval gebeuren uit Hasselt, de Hasseltse Roltrappers. Wij gaan richting Echtel, onze Tony en Marleentje. 13 januari, het bekende populair countrybal natuurlijk, dat allemaal een ontmoetingscentrum. De Schansen, welkom ons weer de carnavalvereniging, het Busken uit Echtel. We gaan richting Beverlo met de prinses Naomi de Eerste. 1 december hebben ze een bal. Welkom de Orde van de Schacht. Dat is met Spraai. En dan gaan we richting Bekkenvoort. Wat een mooie naam hebben die. Ja, ja. Ik zal er niet over uitbreiden, dames en heren. Voorzitter is jury natuurlijk. En het was heel veel plezier dat ze aanwezig zijn. 1 dag op 13 en 14 januari 2018. Dat allemaal in zaal Trefpunt in Assens. Ik welkom in ons midden, de carnavalvereniging, de Blauwe Garde. Dan gaan we verder. We gaan richting Veldwijzel met prinses Brigitte Eerste. En jeugdprinses Sarah de Eerste, 9 december. De rookbal net aan de grens, dames en heren, in bij Maastricht. En dat is uiteraard Veldwijzel. Welkom in ons midden, de Wondelsekskes. We gaan richting Herderen opnieuw. 25 november hebben ze een pasta avond voor degenen die ook graag op een Italiaanse tour gaan. Welkom ook in ons midden, Oud Judderen. En dan richting Tongeren, dames en heren, met prins Mark de Eerste, jeugdprins Berre de Eerste. Prinsenzitting hebben ze op 20 januari in Tongeren. En dat is welkom ook in ons midden, het Koninklijk Feestcomité, ridders van de Moerenpoort tot Pukkenberg. En dan welkom in ons midden, carnavalvereniging uit Bilzen, carnaval Oderen. Ze zijn hier, dat doet plezier natuurlijk. We blijven nog even in Tongeren met de volgende groepen. En dat is uiteraard, dus, we krijgen ze niet kapot. Nee, niet kapot te krijgen. We gaan richting Genk met prins Hans de Eerste. En uiteraard jeugdprins Jordin de Eerste. 18-1, grote prinsenpronkzitting in Genk natuurlijk, dames en heren. Welkom in ons midden, de Spasbinken van Genk. Ja, richting Schakkenbroek. En dat is prins Johan de Eerste, prinses Bonnie de Eerste, jeugdprins Willy de Derde. En Nar Jordi, 3 februari, groot feest in Zalamandina. En dan heb ik het natuurlijk over carnavalvereniging de Yippies uit Schakkenbroek. Dan gaan we richting Hasselt. Bekend natuurlijk van een prachtige lichtstoet in Hasselt. En op 16 december hebben ze een groot bal. En ze zijn hier ook aanwezig, dus dat doet ons heel veel plezier natuurlijk. En met prins Erikke en jeugdprinses Femke, welkom in ons midden, carnavalvereniging de Beekmennekes. Daar richting Heusenzolder. En dan is dat met prins Ton de Eerste. Als je dan Peter is erbij. Jeugdprins Brecht de Eerste. Activiteit hebben ze op 2 januari een vroeg shoppen in de voormiddag. En namiddag hebben ze weer een bekende en populaire jeugdcarnavalzitting uit Heusenzolder, de Slamridders. En dan geeft men Hasselt met de volgende vereniging. Vroeger hadden ze de Flo, ja, met zijn toffe keels. Uit Hasselt, de Flo Mannekes. Zijn jullie daar? Bij deze.
Dat waren weer ja. Meisjes, dames en heren. Schuif rustig aan natuurlijk. En als jullie een drankbonnetjes moeten hebben, dat kan achter één werk van vermachtigheid. Hebben jullie honger? Dat kan buiten. Dat is het tweede werk van vermachtigheid. Hongerige spijzen en dorstige laven. Maar natuurlijk moet bij honger en dorst ook muziek zijn. Patrick Jonge, daar zijn we weer. Zo, dames en heren, ik heb ondertussen jullie nog niet echt horen meezingen. Maar zullen we toch eens graag willen, hè? Zijn jullie een beetje klaar om mee te zingen, dames en heren? Ik wil het horen, hè? Zijn jullie klaar om mee te zingen? Maar kan er maar één plaats komen natuurlijk, hè? Staar maar naar mijn glas en zo voorkom ik. En ik wil jullie handen doen richting. Ik wil eigenlijk het liefst naar achteren kijken. En ik wil jullie zien. Jij zit daar aan die tafel.